Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ben vandaag in Genk en hier is een heel grote Italiaanse gemeenschap. En wie beter dan zij gaan mij kunnen uitleggen hoe je de perfecte, authentieke arancini moet maken. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Ça va? Goed. Waarvoor dat ik hier ben? Ja, arancini. Arancini. Kun je eens uitleggen wat dat juist is, van waar dat komt? Ja, dat kom je dus uit Sicilië. Ja? Vroeger waren mensen die hadden eigenlijk niet veel geld om vlees te kopen. Dus hebben ze dat gemaakt met de restdeeltjes van de rijst. Omdat rijst goedkoop is. En... Ja. Jij bent Siciliaan? Ja. Heb je dat veel gegeten, arancini, als je klein werd? Heel veel, dat is het geen mee. De savage ziet er goed uit. Ik heb dat eigenlijk alleen maar op internet en in boeken gezien, hoe dat echt gemaakt wordt. Kunnen we dat eens tonen, hoe dat je dat Geen dat probleem. Doet? Olijfolie? Inwrijven. Ja. Misschien een beetje, en dan maak je echt zo, zo'n balkje. Oké. Okay. En dan doe je zo, hè. Okay. Zo. Oké, okay, simpel. En pak je een lepelje. Gewoon zo. Oké, okay. Dat is genoeg, hè. Zo. En dan duw je. En wat had je er nog in gedaan? Ah, een bolletje kaas. 2, 3. Oké. Okay. Maak je die gewoon zo. En als je dat nu in het frituur steekt, is het klaar. Hè? Kan ik zo eens een proeven? Geen probleem, dan gaan we die maken. Dat is goed. Prego. Grazie. We gaan die een keer open snijden. Een keer zien hoe dat er van binnen uitziet. Hè? Even uitkijken voor je vingers. Snijd niet mijn vingers, hè, vriend. Voilà, kijk daar. Oké. Hier, dat is die van u. Bijt jij of bijt ik? Ja, we kunnen bijna de kus doen. Zo. Chin chin. Hoe zeggen ze dat? Bon appetit. Bon appetit, hoor.